gisteren Polo gehad natuurlijk. Dus we hebben met klassementen verdedigen, Lotto Jumbo met Jos van Emden. Kittel die op 9 seconden staat. Mocht Kittel vandaag de rit winnen. En dan pakt hij ook 10 seconden bonificatie, dus dan ook leiderstrijders. We gaan vandaag een wedstrijd in een wedstrijd krijgen. Een massasprint, maar ook een klassement dat te verdedigen of te verdelen is. En Kittel, ja, van de sprinter staat hij het kortste. Kittel die na de Giro wat rust heeft genomen. En ja, nu een volle voorbereiding is in, voor de Tour. Dus graag dit soort massasprints vandaag zijn eigen wil gaan testen. Ik heb al hetzelfde verhaal eigenlijk als Kittel. Ook in de voorbereiding op de Tour. Iets mindere proloog gereden dan Kittel. Maar ook Grijpel gaat hier een mooie voorbereiding zien voor de Tour, voor de massasprints. Groenewegen die de laatste week heel goed op de reep is, een aantal overwinningen heeft behaald. Gisteren bekend geworden dat hij ook de Tour gaat deelnemen voor de eerste keer. Ja, hier had hij sprinters tegenkomen die een Tour ook tegenkomt. Dus een mooie test voor Groenewegen. Kijken wat hij kan tegen die mannen. Dan hebben we nog de andere Nederlander, Wouter Wippert. Ja, dat is een beetje voor het grote publiek wellicht een grote onbekende Nederlander. Maar Wouter die ook mooie uitslagen heeft gereden. En ja, wat wel een verrassing zou kunnen zijn vandaag om hier ook te kunnen winnen. Dit is je dark horse. Ja, Nicolas Arndt, man die de laatste rit won in de Giro d'Italia.